Wat is normale of gezonde derealisatie? Derealisatie, het rare, vage gevoel van dat er iets niet klopt, dat het onwerkelijk is, is een normaal iets, een normaal verschijnsel. En dat treedt op bijvoorbeeld bij lange stress of oververmoeidheid. Als je na een avond stappen en niet hebben geslapen het gevoel krijgt van ik voel me raar, ik voel me wat vaag, zit niet lekker meer in mijn vel, dan kan je spreken van derealisatie. Iemand die bijvoorbeeld ziek wordt en griepverschijnselen krijgt, die voelt zich ook niet lekker in zijn vel. Tegelijkertijd zijn er ook situaties te bedenken, zoals mensen die of aan het afkicken zijn van psychofarmaca, of net beginnen aan psychofarmaca, antidepressiva, antipsychotica, die dan opeens ervaren van ik voel me raar. Dat rare, vervreemdende gevoel is een normale vorm, een normale versie van derealisatie. Bij een verhuizing kan dit voorkomen en ook bij een schokkende gebeurtenis. En daar kan je dus denken aan een auto-ongeluk, maar ook een overlijden. Dat je een tijdje het gevoel hebt van dit kan niet waar zijn, dit is onwerkelijk. Normaal gezien bij een gezonde of normale derealisatie praten we over uren, een dag, een paar dagen en dan hoort bijvoorbeeld zo'n schokkende gebeurtenis weer tot rust te komen en dat het weer normaal gaat voelen. Daarmee markeren we dus ook gezonde derealisatie is tijdelijk, een aantal uur, een aantal dagen. En ongezonde derealisatie is wanneer dit gevoel dus niet overgaat. Dank je.